En we hebben het kaartje wat er nu gebeurt. En we horen dat er in Kharkov, helemaal in Noordoost-Oekraïne, zo hard wordt gevochten. Blijkbaar dus ook door de bevolking. Dan is het goed gelukt om dat nationalisme op te wakkeren en iedereen aan één kant te krijgen. Ja, alles wat Poetin had gezegd te bereiken, het tegenovergestelde gaat er gebeuren. De NAVO is meer, spreekt meer met één stem dan ooit tevoren. De EU is meer bereid, schouder aan schouder, ook de onderlinge verschillen wat weg te werken. Dus het is een volstrekt een strategie die tot niets gaat leiden. Het enige waar het uiteindelijk naar gaat leiden is de val van meneer Poetin zelf. Want dit is natuurlijk onhoudbaar. Nou, even naar de militaire situatie op de grond. Het is dag 4. U bent militair. De Fog of War hebben ze het vaak over. De eerste dagen weet je nog niet zo goed wat er gebeurt. Maar alom is er toch verbazing over het feit dat de opmars van de Russen langzaam lijkt te verlopen. Wat is uw inschatting? Ja. Nee, dat lijkt inderdaad zo te zijn. We moeten wel voorzichtig zijn met alle geluiden die we nu horen. Dat kunnen we vaak nog niet bevestigen, maar daar heeft het alle schijn van. En dat betekent dus dat het Oekraïnse leger, het Oekraïnse volk, een geweldig moreel heeft en dit niet over zijn kant willen gaan. We hebben ook beelden gezien van die vrouw die zegt, het was mijn land. Je kunt zich er wat bij voorstellen. Dus die weerstand, ik denk dat Poetin zich daarop verkeken heeft. Maar we zijn er nog niet. Hij heeft nog een hele grote zak met extra troepen die hij waarschijnlijk in de strijd zal gooien. Want hij zal hier niet mogen verliezen voor zijn gevoel. Want hij realiseert zich heel goed dat als hij hier niet wint, wat het dan ook is, ja, dan is het toch een beetje het einde van meneer Poetin. En nogmaals, wat uiteindelijk gaat het erom voor ons als Westen, als landen in de wereld die dit verafschuwen, om hem te isoleren, om te laten zien dat dit absoluut niet kan. Maar er zijn er verschillende scenario's mogelijk. Eén is een lange oorlog. Bijvoorbeeld met vechten tegen guerrilla-eenheden in de grote steden of daarbuiten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. We kennen allemaal nog de beelden uit de Bosnië-tijd, Sarajevo, waar jarenlang over en weer is geschoten. Dat zou hier ook kunnen gebeuren natuurlijk. Een protracted war, een langdurige oorlog die maar doorgaat. Het breekt het land op. En dan is het inderdaad de vraag, wat doen wij als Westen? En ik ben het ook erg mee eens wat meneer Hoekstra zegt, dat wij de morele plicht hebben om dat land toch op zijn minste gelegenheid te geven om zichzelf te verdedigen. En daar passen die wapens die nou gegeven zijn, dat zijn in principe toch wapens die niet escaleren, maar deescaleren. Als Poetin niet met zijn tanks naar Kiev komt, dan hoeft hij ook de wapens die we daar leveren niet te vrezen. Maar goed, hij is er al met zijn tanks. Ja, hij is al met zijn tanks en hij is al met zijn luchtmacht. En wat dat betreft zijn die stingers zeer belangrijk. We hadden er wat mij betreft wat eerder mogen zijn, maar dat even terzijde. En dat zal ook betekenen dat de Oekraïnse bevolking, de strijdkrachten, toch een betere fighting chance hebben, om het maar zo te zeggen, dan Poetin waarschijnlijk heeft gedacht. Je moet er niet aan denken dat hij heel erg als een kat in het nauw rare dingen gaat doen. Maar een van de dingen waar Jaap de Hoop Scheffer, oud-NAVO-chef, bijvoorbeeld voor waarschuwde, oud-minister van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur, is zelfs het potentiële gebruik van kernwapens. Deze president Poetin, en we zagen dat vannacht ook weer, hè, die nog niet echt versluierd met kernwapens dreigt. Hè. Hij zei, luister eens, iemand die iets tegen mij durft te doen, die zal met wapens en geweld geconfronteerd worden wat de wereld nog niet heeft gezien. Dat is een onverhulde dreiging met kernwapens. Nick Berlijn, onverhulde dreiging met kernwapens. Ja. Zelfs de Russische ambassadeur in Nederland zei dat ook nog een keertje. Vergeet niet dat wij een kernmacht zijn. Ongelooflijk. Ja. En Poetin gebruikt dat inderdaad om eigenlijk de resolve, de vastberadenheid van het Westen te breken, te ondermijnen. Ik vind dat we daar ons vooral niet door van de weg moeten laten brengen, hoe zeg je dat, van de streek moeten laten brengen. Dat is allemaal retoriek bedoeld om onze angst in te boezemen. Wij moeten standvastig zijn op dit moment, duidelijk maken waarvoor we staan, welke principes wij voor staan, dat dit absoluut niet kan. En als u mij vraagt, wat denk je dat Poetin uiteindelijk die wapen gaat inzetten, dan weet ik dat niet. Ik hoop het met ons allen natuurlijk dat hij toch zo wijs is. Ook al laat hij zulk idioot gedrag nu zien, dat hij zich realiseert dat hij daar nooit aan moet beginnen. Want dat betekent ook het einde van zijn eigen land. Ja. Het zijn toch, als je er naar kijkt, dit soort dingen, potentiële kernwapens. De zorgen die we ons maken over de oostgrens van de AVO. Dingen die je bijna niet voor kunt stellen. We hadden het over cyberoorlogen. Op dit moment vindt er ook een cyberoorlog plaats natuurlijk in Oekraïne. Maar ook daarvan wordt gezegd, dat valt ook een beetje... Nou ja, tegen is natuurlijk helemaal compleet het verkeerde woord. Maar wifi doet het nog gewoon. Jij kan nog gewoon, Gert-Jan, twitteren met mensen die en communiceren met mensen die in Oekraïne zijn. De Russen waren daar toch zo goed in? Hoe kan het heeft mij ook verrast. Het verbaast me eigenlijk ook dat die verbindingen nog zo goed zijn.
Oekraïners hebben natuurlijk zelf ook behoorlijke capaciteit op dat gebied. Het is wel een beetje wat je probeert te doen. Als je als Poetin de beslissing neemt, ik wil in Kiev gaan staan straks met mijn nieuwe minister of mijn marionet die ik daar niet heb gezet. Ja, dan zorg je dat en de luchtstrijdkrachten en de landstrijdkrachten en vanuit zee en gastoevoer en cyberaanvallen, dat allemaal als één mooi groot spel daar wordt gebracht. En het verbaast me dat element kennelijk op dit moment nog niet zulke grote invloed heeft op de strijd. Overschatten wij de Russen wellicht? Dat kunnen we pas achteraf zeggen. Ze hebben geweldig geïnvesteerd in hun krijgsmacht natuurlijk. Ik vind dat te vroeg om dat nu te zeggen. We moeten er met alles rekening houden. Gert-Jan?